Beste vrienden, beste nationalisten. Het is mijn hele eer u hier in Antwerpen te mogen verwelkomen. Antwerpen, een stad van rebelse, vrijgevochten geesten en van ons geliefd Vlaams Belang. Antwerpen, de bakermat van het naoorlogse Vlaams nationalisme. En het is dan ook geen toeval dat dit hier in Antwerpen onze stichter Karel Dille, ons Vlaams blok, boven het doopvond hield. Maar anders kan een beweging, een partij, die altijd tegen de stroom inzwemt, beter zijn oorsprong vinden dan in een stad van trotse en tegendraadse mensen. Maar buiten de stad van het naoorlogse Vlaams nationalisme te zijn, zijn er nog een hoop andere dingen waar we als senioren trots kunnen op zijn. Denk maar aan de steen, denk maar aan de gezellige Grote Markt met Bravo, de Meir, ons prachtig station, onze boerentoren, onze kathedraal. Maar, beste vrienden, in de schaduw van deze imposante gebouwen is er ook een keerzijde. In een stad als Antwerpen dreigt 1 op 5 bewoners in de armoede terecht te komen. In Brussel is dat zelfs 1 op 4 en de kinderarmoede neemt zelfs nog toe. Van onze eigen mensen die niet te rondkomen, werklozen, zorgbehoevenden, alleenstaande moeders, mensen met een mager pensioen, Vlamingen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, maar dikwijls te trots zijn om naar het oceaan te staan. En die armoede is vaak dichterbij dan we soms denken. Vaak belanden gewone Vlamingen sneller in een armoedeval dan ze zelf kunnen vermoeden. Zo denk ik maar aan die gepensioneerde zelfstandige die, wanneer hij geen appeltje voor de dorst opzij heeft gezet, amper kan rondkomen met zijn karig pensioen. Of denk maar aan die gewone Vlaming die gewoon iedere dag naar zijn werk gaat, maar dan plots geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte en dan terugvalt op een zeer beperkt inkomen. Dank u wel, Tom. Beste vrienden, sta mij toe om aan te vangen met een woord van dank. Dank aan u allen om hier vandaag op een toch wel schitterende dag, ik denk zelfs de beste van het jaar tot nu toe, om hier vandaag aanwezig te zijn voor een, wat ik toch mag noemen, stevig en behoorlijk zwaar onderwerp. Maar dank natuurlijk ook aan al diegenen die hard hebben meegeholpen om dit congres voor te bereiden. We zijn hier enkele maanden actief mee bezig geweest. Met 4 werkgroepen hebben we uitgebreid, vergaderd en gediscussieerd om onze sociale standpunten te actualiseren en waarnodig te herijken. Met een sterk en duidelijk resultaat. Daarom dus mijn welgemeende dank aan alle militanten en kaderleden, aan de parlementaire medewerkers en parlementsleden die hieraan hebben meegewerkt. Aan de medewerkers van ons studiecentrum, aan Steven Oetsi, Dirk Garas en congressecretaris Koen Bulting. En in het bijzonder aan de 4 werkgroepvoorzitters Barbara Bas, Chris Janssens, Christophe Slagmulder en Rita de Bond. En ik zou... Twee democratieën, twee publieke opinies, twee culturen, twee economische werelden, twee sociale realiteiten die men desondanks ook in de verre toekomst in 1 sociaal keurslijf wil gevangen houden. In Vlaanderen en Wallonië staan volkomen verschillende medische culturen met veel meer nadruk in Vlaanderen op de huisarts en in Wallonië op specialisten. Wallonië geeft per hoofd van de bevolking liever pakken meer uit voor klinische biologie, medische beeldvorming, geneesmiddelen en ziekenhuisverpleging en kiest voor een ongebreidelde groei van het aantal artsen uit binnen- en buitenland. Dat is hun keuze en het is ook hun goed recht, maar dan moeten ze voor deze overconsumptie ook de financiële gevolgen dragen. Hetzelfde immobilisme moeten we vaststellen in zaken de werkstelling en pensioenen. Waar in de buurlanden overal en vaak al sinds jaren een lange termijn beleid is ingezet om de vergrijzing het hoofd te bieden en de uitbetaling van de pensioenen te verzekeren,
hebben ze in België vele jaren lang niets anders gedaan dan om de hete brei heen gedraaid. In tegenstelling tot zoveel andere landen, waar oudere werknemers gewaardeerd en gerespecteerd worden, blijft er bij ons een klimaat bestaan waar oudere werknemers buitengekeken worden en waar het extreem moeilijk is om als 50-plusser opnieuw aan een job te geraken. De al zo lang beloofde grote hervorming van de pensioen is er nog altijd niet en veel straffer nog. Onze pensioenen zijn vandaag onaanvaardbaar laag. Voor gemiddeld loon bedragen zij amper 64% van het laatste inkomen, terwijl het EU-gemiddelde op 74% ligt. Zoveel inkomensdekking heeft de gewone man en vrouw dus te danken aan een unitaire Belgische sociale zekerheid. Om onze economie opnieuw concurrentieel te maken. Die Rupo en Co. maken de mensen wijs dat ze de buurlanden opnieuw willen inhalen tegen 2018. Maar dat is lichtjaren te laat. Tegen dan, over 5 jaar, zullen de buurlanden hun concurrentiepositie zodanig verstevigd hebben dat we hopeloos achter het net zullen vissen. Het is nu dat er maatregelen moeten getroffen worden. Nu dat de onredelijk zware lasten op arbeid drastisch naar beneden moeten. En vermits België dat niet wil doen, is het een zoveelste reden om het heft zelf in handen te nemen en België op te drukken. Breek met het Belgisch immobilisme en verlaat uw Belgische structuren. Doe zoals... Doe zoals alle politieke partijen al 30 en 40 jaar geleden gedaan hebben. En splits dus, maak nadien eindelijk werk van echte sociale vooruitgang in Vlaanderen. Vrienden, wie Vlaanderen zegt, zegt ook Brussel. Want Brussel is onze hoofdstad en maakt onverbrekelijk deel uit van Vlaanderen. Maar Brussel is een regelrecht sociaal kerkhof geworden. Met schrijnende armoede, een werkloosheidscijfer van boven de 20% en een jeugdwerkloosheid die in bepaalde weken boven de 40% en zelfs de 50% gaat. Dit zijn Zuid-Europese cijfers die even tragisch zijn als deze van Griekenland en Spanje. Die overal verkondigen dat wij niet relevant zouden zijn op het politieke speelveld, hebben het dus compleet verkeerd voor. Onze rol is misschien wel de belangrijkste van allemaal. Want wij zijn de voorhoede. Wij zijn de voorhoede van verkenners en voortrekkers. Wij zijn de wegbereiders. Wij zijn degene die het pad effenen en de richting aanwijzen, ook op het sociale domein. Ik ben bijzonder trots dat ik tot een partij behoor die aan alle slapjamers in het parlement en daarbuiten kan zeggen: waar wij treden, zult gij gaan. Ik dank u. Vijstapel. Of een rijke bijenpopulatie. Maar alles met onze sociale voorzieningen. Die trekken als een magneet vreemdelingen aan. Uit alle windstreken. Gratis onderwijs, goede gezondheidszorg, sociale woningen, uitkeringen. Voor wat hoort wat, denk je dan. Maar niet in België. Eén dag werken of een valsattest volstaan om nieuwkomers een pensioen- of werkloosheidsvergoeding te geven. Tot voor kort mochten asielzoekers hier op hotel of bij gebrek aan opvang krijgen ze €500 per dag. Onze reputatie als land van melk en honing verspreidde zich dan ook als een lopend vuurtje over heel de wereld. Dat vreemdelingen die hier geen enkele bijdrage hebben geleverd direct een uitkering krijgen, dat is onrechtvaardig.
maar dat kunt gij niet kwalijk nemen. Dat is de schuld van de traditionele partijen en de opeenvolgende regeringen. Een verzorgingsstaat en massa-immigratie gaan ook niet samen. Vroeg of laat spat onze sociale zekerheid als een ballon uit elkaar. We sluiten de immigratiestop, want het is 11:55. Tijd voor het Vlaams Belang. Barbara Pas. Zoals u in het zeer educatieve filmpje zojuist werd duidelijk gemaakt, werkt de Belgische sociale zekerheid als een magneet op gelukszoekers van alle windstreken, omwille van het lakse immigratiebeleid dat in dit land wordt gevoerd. Immigranten hebben het door het open grenzenbeleid immers bijzonder gemakkelijk om zich in België te vestigen. En dat maakt dat alle voordelen van onze sociale zekerheid voor hen voor het grijpen liggen, zonder dat zij daar zelf ook maar iets hebben toe bijgedragen. Mijn valies zou ook al klaarstaan voor zulk land van melk en honing. En ook al wil de politieke elite van dit land ons blijven wijsmaken dat immigratie nodig is voor het tegengaan van de vergrijzing en voor de betaalbaarheid van de pensioenen, de massale instroom van buitenlanders is niet meer dan geïmporteerde werkloosheid. Het is sociaal, economisch en financieel onhoudbaar. Die Rupo en zijn kornuiten die willen dat niet inzien. Begrijpelijk. Ze hebben ook andere dingen aan hun hoofd. Met het getouwtrek rond de politieke benoemingscarousel hebben zij belangrijke zaken om zich mee bezig te houden. Deze week heeft die Rupo, naar aanleiding van een vernietigend rapport van de Europese Commissie, alvast laten weten dat er in zijn beleid geen ommezwaai komt. Pensioenen, vergrijzing, het moet allemaal niet voorbereid worden. De regering doet gewoon voort. Die Rupo saneert verder zijn begroting, zoals hij dat met zijn belastingregering tot nu toe heeft gedaan. Knip en plakwerk van eenmalige maatregelen en al dan niet verdoken belastingverhogingen. Dat saneren van de begroting kan je eigenlijk het best vergelijken met het peilen van een badkamer. Een badkamer waar weliswaar alle kranen overvloedig lopen, waarvan een enorm groot gat in de badkuip is geslagen, terwijl je niet verzekerd bent tegen waterschade en het watertarief om de havenklap wordt verhoogd. In die tsunami dweilt die Rupo rustig met zo'n tricolore dweiltje rustig voort. Maak u geen zorgen, alles gaat goed. Wil ik voor deze keer nog wel eens geloven. Als hij zegt dat hij licht aan het einde van de tunnel heeft gezien. Alleen vrees ik dat het licht dat hij gezien heeft, dat dat de koplampen zijn van een aandonderende trein die op wetterse wijze wel een grote ramp zal veroorzaken. De begrotingskrater die Rupo heeft veroorzaakt is zo diep dat hij beter een vulkanoloog had minister van Financiën benoemd in plaats van een goedlachse professor in genootschapsrecht. Alles verplicht tot solidariteit met de eigen gemeenschap. En dan bedoelen we geen solidariteit zoals we die kennen in de Belgische context. Daar is het een codewoord geworden voor georganiseerde diefstal, voor miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië zonder enige vorm van vrijwilligheid of transparantie. Het Vlaams Belang is voor een heel ander soort solidariteit, met volksverbondenheid als cement. Wij staan voor een Vlaamse solidariteit tussen generaties, tussen rijk en arm, tussen gezonden en zieken. Ieder lid van onze volksgemeenschap die het nodig heeft, heeft recht op sociale bijstand. Geen vrouw aan de haard voorstel dat onze tegenstanders uitvinden om ons als vrouwen vriendelijk te proberen brandmerken, maar wel een pleidooi voor een opvoedersloon van 24 maanden per kind en een sociaal statuut voor de thuiswerkende ouder,
zodat men echt de vrije keuze heeft om thuis of buiten huis te werken. We doen vandaag ook concreet over de zesde staatshervorming. Wordt beweerd dat daarmee grote delen van het sociale beleid naar de deelstaten worden overgeheveld. Dat zijn blaasjes. En die mogen u niet laten wijsmaken. Of het nu gaat om gezondheidszorg, arbeidsmarktbeleid of kinderbijslag, slechts onderdelen worden overgedragen naar de deelstaten, maar de hefbomen en de financiering ervan blijft wel federaal. Bovendien wordt de versnippering van bevoegdheden groter en staan we verder af dan ooit tevoren van homogene bevoegdheden, waar men ten tijde van de vijf resoluties in 1999 nog allemaal zo luide voorstander van was. Doe je niet met kleine sprongetjes. Wij moeten tabula rasa maken en ons volledig ontsmetten van die vieze, vuile Belgische ziekte. We moeten af van het België van de Société Générale, de politiek policien, van het cordon sanitair en van het colloque Saint-Denis. Niet toevallig allemaal onvertaalbare francofone begrippen. We moeten de harde schijf vol Belgische virussen wissen, tot het allemaal alleen nog maar een kwade herinnering is. Wij gaan dan ook voor staatsvorming, Vlaamse staatsvorming, volwaardig en onverkochte onafhankelijkheid. Want alleen in een Vlaamse republiek kunnen we de solidariteit waarborgen die de Vlamingen nodig hebben. Vrienden, ik ben sociaal. Maar ik hou niet van socialisten. Ik hou niet van socialisten, gewoonweg omdat het geen socialisten zijn. Ze hebben geen ideologie meer, in het beste geval alleen nog strategieën om aan de macht te komen of te blijven. Ze hebben ook geen arbeiders meer, want die hebben ze ingeruild voor caviar, socialisten en allochtoon kiespeen. EU-schoothondjes van de SPA, maar het Vlaams Belang heeft als sociale volkspartij altijd gekozen voor het recht van de gewone man en vrouw in de straat en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Ik ben Vlaams nationalist, maar ik hou niet van de N-VA. Ik hou niet van N-VA's die het beginsel van de Vlaamse onafhankelijkheid hoog houden om er op die manier gemakkelijk onderdoor te komen. Niet de draagvlak nationalisten van de N-VA, maar het Vlaams Belang kiest als enige ondubbelzinnig voor een Vlaamse republiek. Ik ben een idealist zonder illusies en ik hou niet van illusionisten zonder idealen, zoals de CD&V en de Open VLD, die net als alle andere Vlaamse partijen een stuitend gebrek aan visie te toon spreiden over waar Vlaanderen wil staan binnen pakweg 10 jaar. Het overloze gezwets over halfslachtige compromissen en weinig inspirerende strategieën verraadt een inhoudelijke leegte. Gelukkig heeft de Vlaming, die zich vandaag in zijn bestaanszekerheid bedreigd ziet, een betrouwbaar en rechtlijnig alternatief. Een partij die tegengewicht vormt voor het Belgicistisch en door de VS gedicteerde staatssocialisme en de syndicale bovenbouw. Maar ook tegen een ultraliberaal discours en de kritiekloze adoratie van het EU-model. Een partij die, in tegenstelling tot de zuilpartijen en hun coalitiegenoten, onafhankelijk spreekt van vakbond, ziekenkas, patroonsorganisatie of bank. En daarbij maar één belang voor ogen houdt, dat van de gewone Vlaming.
Het Vlaams Belang bevestigt zich vandaag eens te meer als een programmapartij, die ook op sociaal-economisch vlak het inhoudelijke verschil maakt met de traditionele partijen en hun voorbijgestreefde, slaapverwekkende ideeën. En men zegt graag dat het Vlaams Belang aan de kant staat. Wel ja, het Vlaams Belang staat graag aan de kant. Aan de kant van het volk. Aan de kant... aan de kant van de man en de vrouw in de straat. Aan de kant van de gewone Vlaming die geen schuld heeft aan de huidige crisis, maar er vandaag wel voor moet opdraaien. Samen met gezinnen die met de armoedegrens worstelen. Samen met onze jeugd die het niveau van het onderwijs ziet kelderen door de nefaste hervormingsdrang. Samen met jongeren in problematische opvoedingssituaties. Samen met alleenstaanden. Samen met eenoudergezinnen die in de marginaliteit dreigen terecht te komen. Samen met ouderen die zich zorgen maken om hun pensioen. Met hulpbehoevende bejaarden die in ongecontroleerde rusthuizen terechtkomen. En met zorgbehoevenden die het sociale vangnet zien afbrokkelen. Samen met al die Vlamingen staan wij aan de kant. Dat is de kant waar ik graag sta en dat is de kant waar we moeten staan. De ons overvleugelende partij hebben gemaakt voor de eerste keer in 20 jaar
Die mensen zijn langzaam aan het terugkomen. Ik kom ze in ieder geval alle dagen tegen. Het zijn die mensen die wij hier vandaag de boodschap brengen. Je moet terugkomen. En dat is de reden waarom ik u zo hartelijk dank. Omdat na die nare verkiezingen, herinner u nog, wij langzaam maar zeker op de terugweg zijn. Herinner u ook mijn toespraak aan het einde in Gent, aan het einde van mijn toespraak op 16 december, dat ik daar eindigde met die, met u te danken allemaal voor het vertrouwen, voor de vriendschap, voor die eensgezindheid, voor de dingen die ik zo hard ging nodig hebben bij de opbouw van dat nieuwe Vlaams Belang. Ik bedankte u en ik eindigde met, herinner u, we zijn vertrokken, we zijn opnieuw vertrokken. Wel nu, we zijn nu 6 maanden later. We zijn, en ik ben niet bezig met peilingen, iedereen weet, die mij kent, weet dat ik niet met peilingen bezig ben. Als ze niet goed zijn, of als ze wel goed zijn, ik trek er mij niets van aan. Het is trouwens altijd hetzelfde. Als ze slecht zijn, dan staan de gazetten aan uw deur en dan zeggen ze, meneer Arnemans, uw partij is weggeveegd, je bestaat niet meer, het heeft geen zin meer, ziet je het nog zitten, waarom ziet je het nog zitten? En als ze wel goed zijn, en als we zelfs opnieuw groter zijn dan de VLD, dan ziet je ze niet. Dat zijn de journalisten. Persoon die mij kent, die weet zeer goed genoeg dat ik daar niet mee bezig ben. Ik doe wat ik denk dat nodig is. En ik hoop op het beste op grond van de gedachte dat wie hard werkt uiteindelijk beloond wordt. Wie mij kent, die weet zeer genoeg dat ik niet bezig ben met peilingen, maar als uit de laatste peiling eventueel zou kunnen gebleken zijn dat het Vlaams Belang mogelijkerwijze op de goede weg is, dan haal ik hier ten aanzien van de commentatoren en de waarnemers en vooral politieke tegenstanders wat ik toen op 16 december in Gent zei. En ik zeg het hier nog eens met kracht, we zijn terug vertrokken. Onafhankelijkheidspartij op haar militanten kan blijven rekenen. Dus ik zeg u dank. Samen met u zeg ik u en dankzij u zijn we terug opnieuw vertrokken. Dank u, dank u, dank u. Ik hoop ook dat u bij naar hier komen niet te veel hinder hebt ondervonden, want de stinkt ze voor. Ik beloof u dat ik het ook niet te lang zal trekken, zodanig dat u straks ook een beetje vrolijk kunt worden daar op die Sinkse Voor. Deze zaal is de Zuiderkroon, dus natuurlijk de zaal waar ooit de historische woorden zit die plaat af uitgesproken zijn. Van hieruit is op de zegenmars naar het stadhuis vertrokken van Bart de Wever, die daar nu 6 maanden zit als burgemeester. En ik denk eerlijk gezegd dat de burgemeester van Antwerpen ook niet bepaald vrolijk is geworden van de Sinkse Voor. Hem wordt verweten dat hij een dealtje heeft gesloten met procederende burgers. Dat hij een stilte heeft afgekocht met belastinggeld. Hoe socialistisch kunt je zijn, zeg. Die burgers. Ze schijnen nu niet meer boos te zijn, omdat ze dus dat geld hebben gekregen, maar nu zijn de voorkramers weer boos. En dan is er nog de kwestie van het Antwerpse voetbal. Om en rond het stadhuis van Antwerpen is er vorige maandag, als wij daar voor de gemeenteraad verzameld waren, een heel ander soort mars opgerukt. Een mars van woeste voetbalsupporters die ook al verwijten dat de burgemeester dat hij een deeltje sluit. Dat hij met zijn pogingen, ik ben geen voetbalspecialist, maar iets met Zulten en Oostende. Daar stond er niks van. Dat is mijn schuld. Die Antwerpse clubs die zijn boos en ze hebben op eerste zicht, of ze voor de week, het kon verstaan, hebben ze gelijk. Ze noemden de beschamende vaudeville van burgemeester De Wever, noemden ze het. We zijn hier vandaag niet bij voor de lokale politiek, Antwerpse politiek, niet voor de dagdagelijkse beslomeringen van het Schoonverdiep. Waarvoor ik hier dit jaar, op dit moment hier, nu,
daarover spreekt, is omwille van volgend jaar 2014. Het is voor 2014 dat aangekondigd is, helaas voor heel wat radicale Vlaams belangers die willen dat Vlaanderen echt onafhankelijk wordt, is er nu beslist dat volgend jaar helaas opnieuw communautaire onderhandelingen met de Franstaligen gaan plaatsvinden. En de Vlaamse partijen die dat willen gaan proberen, hebben al gezegd dat ze willen aan de confederalisme of zoiets willen gaan werken. Terwijl de Franstaligen al hebben gezegd dat zij op de tanden gewapend zijn voor de strijd. Dat ze zich schrap gezet hebben en zich schrap zullen zetten. En dat ze alles zullen voordoen om te zorgen dat Vlaanderen bij de pot kan gezet worden. Dat ze alles voor zullen doen om zich in te graven in iets wat zij zelf hun nation Brusseloise noemen. Een natie dus. Wapens die lachen zich. En over natie gesproken, ik heb het al eens gezegd geloof ik, over natie gesproken, het was Benoît Lutjen, de voorzitter van de CDVH. Met Wallo Brux. Wallo Brux sprak hij van die verband. Die verband daarmee van een band tussen Brussel en Wallonië die eeuwigdurend is. Zelfs Nazi-Duitsland hadden voor zichzelf maar 1000 jaar gereserveerd.